Welkom. Dit is Expeditie Robinson 2008. De basis. 16 kandidaten die worden gedropt in twee kampen van 8 personen op twee verschillende eilanden. Maar dan hebben ze ook nog eens aan elkaar vastgeketend. Dus zo moeten ze de eerste tijd overleven. En ten tweede hebben we ook geprobeerd om het verhaal anders te vertellen. We hebben geprobeerd om de kandidaten zelf veel meer aan het woord te laten, waardoor je eigenlijk het verhaal beleeft door de ogen van de kandidaten. Ze hebben ook een dagboek gekregen en daarin lezen ze regelmatig hardop voor wat ze neerpennen. Waardoor je eigenlijk vooral de kandidaten hoort babbelen en minder mezelf achteraf die dan de voice-over inspreekt. Wat op zich wel iets bijzonders is. Eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met Amerikaanse series waarin telkens één van de hoofdpersonages iets bijzonders beleeft per aflevering. En dat is ook zo bij Expeditie Robinson. Ja, het is terug Vlamingen, Nederlanders, jong, oud, man, vrouw door elkaar. Ik ken ergens Paul, wij komen goed overeen. Ja, wij kennen elkaar ondertussen al lang. Hè. Wij leven regelmatig enkele maanden samen. Ik denk dat de enige man is die dat, ja, behalve mijn eigen man, die dat zo vaak naast mij slaapt, maar dan in een andere hut. Het was de bedoeling dat we misschien zouden beginnen aan kindjes te denken nadat ik terugkwam van Expeditie Robinson. Maar de natuur heeft daar anders over beslist. Dus als ik nu spreek over Expeditie Robinson of denk aan Expeditie Robinson 2008, dan denk ik toch vooral aan het moment dat ik erachter kwam dat ik een kindje verwachtte. Heb jij meteen jouw gsm genomen en gebeld naar jouw man? Ja, wat dat heel moeilijk is natuurlijk, want het is, zitten daar 6 of 7 uur later. Dus toen ik belde was het voor hem echt zaterdagochtend 6 uur en lag hij nog in zijn bed na een redelijk zwaar avondje stappen. Nee, dat viel wel mee, maar het was even schrikken en je ziet elkaar ook niet. Dus toen ik het vertelde werd het even stil aan de andere kant van de lijn en ook aan mijn kant. En dan heb ik gezegd, weet je, ik bel gewoon over een half uurtje terug, dan kan jij aan het idee binnen en ik ook. En daarna ging het een pak vlotter. Zwangere vrouwen stralen altijd. Als jij jezelf nu ziet tijdens de eerste aflevering van Expeditie Robinson, zie jij jezelf verschillend anders? Ah, wel, ik wil nu niet stoeven, maar ik vond dat ik er toch beter uitzag als normaal. En van de mensen rondom krijg ik ook veel meer complimenten. Zelfs als ik mij daarom niet zo goed voel of dat ik helemaal geen make-up op heb. Dus blijkbaar doet dat toch wel iets met een vrouw.